de 36 jaar dat u inmiddels werkzaam bent binnen Joods Nederland, bent u erin geslaagd de relaties tussen het Jodendom en de andere religies in ons land te optimaliseren. En dat is best ingewikkeld. Rabijn Jacobs, u levert een belangrijke bijdrage aan het Jodendom in ons land, maar ook daarbuiten. U bent een steun en toeverlaat voor vele leden van de Joodse gemeente, de slachtoffers van de Holocaust. U bent veel gevraagd spreker op universiteiten, in kerken en bij herdenkingen. Op vele plaatsen in ons land bent u aanwezig bij de onthullingen van Joodse monumenten, gedenktekens en bij de herdenkingen. En bent altijd bereid om belangstellende en inspirerende boodschap mee te geven. We hebben laten ook zien dat Hare Majesteit het heeft behaagd u te benoemen tot officier in de Orde van de Oranje. Vanochtend leek het wel een Joodse reunie, want u heeft geloof ik 4 lintjes uitgedeeld aan mensen van de Joodse gemeenschap die vandaag zijn geëerd. Ja, ik heb ze niet helemaal geteld, maar het waren in ieder geval een aantal. En het mooie is, heel verschillende mensen met hun eigen levensverhaal, met hun activiteiten als opperrabijn of als een mevrouw die de geschiedenis vertelt of de grafstenen in beeld heeft gebracht. Allemaal verhalen naast elkaar. Ja, en dat is een waardering die je dan als samenleving ook aan mensen uit de Joodse gemeenschap kan overbrengen. En de opperrabijn krijgt dat nadrukkelijk vanwege zijn nationale uitstraling, maar ook zijn internationale uitstraling. Hij doet heel veel zaken voor de Joodse gemeenschap in Europa. U bent benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wat betekent zo'n onderscheiding voor u? Voor mij betekent dat een erkenning en waardering voor hetgeen ik doe. En dan gaat het niet om ik doe, maar hetgeen er gedaan moet worden. Met name mijn... Kijk, dat ik als rabbijn voor iedereen klaarsta, is natuurlijk normaal. Daar zal niemand zich over verbazen. Als je het niet doet, dan moet je ontslagen worden, mijn zinziens. Ja, een rabbijn die achter zijn bureau zit en wacht tot de mensen bij hem komen, daar kan ik me niet in vinden. En dat heb ik zo ook overgenomen van een voorganger op rabbijn Berlinger, die naar de mensen toe ging. Maar dat vind ik normaal. U zet zich dus heel erg in voor de multiculturele samenleving. Hoe belangrijk is dat? Ik vind dat heel essentieel. Kijk, een Joodse gemeenschap die kan alleen maar gedijen in Nederland. Als we zelf onszelf voeden met kennis en met Jodendom, dat is natuurlijk buiten kijf dat dat moet gebeuren. Maar het is ook wel fijn als we geaccepteerd worden door onze omgeving. En daarin mee kunnen doen en daar een deel van zijn. Ik ben hier omdat ik het geweldig vind voor de familie Jacobs. Uiteraard voor onze opperrabbijn, maar voor heel Joods Nederland. Dat hiermee eigenlijk een kroon gezet wordt op het werk van het IPO. En zeker van de opperrabbijn Jacobs. Maar niet in het Joods Haamse. Meneer Van Praag, niet alleen opperrabbijn Jacobs werd vandaag geridderd, maar u ook. Wat is iets wat de burgemeester zei waarvan u zei van kijk, daar ben ik nou trots op? Nou, ik ben, heeft gememoreerd dat ik actief ben binnen de Joodse gemeente in Amersfoort. En met name doe ik dus het onderhoud van de monumenten. En een ander ding is dat ik voorzitter ben van de stichting Vrienden van Amga in Nederland. En dat is Amga is een organisatie in Israël die psychosociale hulp verleent aan overlevenden van de Shoah. Ruben
Lubbert Vis, secretaris van het NIK, ook hier. Waarom vanuit Amsterdam richting Amersfoort? Prima Jacobs heeft hier een lintje gekregen, koninklijke onderscheiding. En een man die voor Joods Nederland het hele land doorreist en de belangen behartigt en menselijk steun geeft. Nou, ik vind dat dat verdient om bij aanwezig te zijn. Het is echt heel belangrijk, heel goed. En het straalt af op hem, op al het werk wat hij al die tijd gedaan heeft. Het straalt ook af op het NIK en op Joods Nederland. En dat verdient alle waardering. Meneer Vosding, we zijn inmiddels thuis bij de opperrabijn om een feestje te vieren. En een feestje is het. En ik heb begrepen dat u heel veel te maken heeft gehad met het feit dat de opperrabijn nu officier is geworden. Ja, klopt. Ik heb initiatief genomen om opperrabijn Jacobs enorme werk doet voor heel Nederland. Voor Joods Nederland. Er is geen opperrabijn in Nederland die zoveel werk heeft gedaan en nog doet. Daarvoor is het ook gegund aan rabijn Jacobs op officier te wezen. Mevrouw Jacobs, achter een succesvolle man staat altijd een sterke vrouw. Is dit lintje nou ook een heel klein beetje van u? Ja, denk ik wel. Ik moet eerlijk toegeven. Wij doen heel veel dingen samen. Nu dat de kinderen de deur uit zijn, is het me makkelijker om mee te gaan naar de verschillende festiviteiten. Herdenkingsreden, dat soort dingen. Op die manier ken ik meer, beter de mensen uit de kelen. En als we gaan voor Shabbos, voor de Shabbatons. Ja, het is een soort, je gaat van familie naar familie toe. Het is niet, je bent wild vreemd van elkaar. Je kent elkaar en je weet wat je aan elkaar hebt. Wat kost het u om getrouwd te zijn met een opperrabijn? Je hebt minder privéleven. Je moet altijd op stel en sprongen klaar zijn om iets te doen. Hoge bomen vangen veel wind. Dus je hoort van alle kanten kritiek op dit, kritiek op dat. En ja, op zo'n positie leer je wie echt je vrienden zijn.